dan altijd naar publiek verantwoord is, naar zo'n jonkop. Hier liggen, hè. Ik vroeg Dienhard, die doe maar een bouw op land, dat is wel beter. Ja, maar dan eigenlijk al hoog, meneer. 2000 miljoenkjes en ook weer 30 op 30 per huis. Ja, maar dan denk je, die pakjes hebben 60 cent per koor geworden. Hé, nog en al, dat dus ik jou nooit. Ik zit jou ook nog mijn bataillon en zo. Hé, maar omdat hij zo'n hele wind bruin op Priest van Bruikert, zo. Hé, maar dan zonder een zon eentje wie ze zijn, jokop. Hoe haast die je dat met jouw lek bij ons al hier in de Grippenwees, man? Ja, die wussen al iets aan voor de rug, hè? Met de elfstok. Oh, dit is niet persoonlijk, ik ga 30 jaar te hoog geboren met meneer. Fortje. Dat is je bieke knorren nou. Ja, wat is dat nou weer? Nou, we draaien van CNV hier langs komen in verband met die lege saloren. Ja. Dat word ik wel. Dat is ook onze goede broer. Oh, wat de broer. Ja, wat CNV meneer? Ja, wat zit hij weer broers? Nou, ik ben wals meneer. Nou, vertel wat. Hoe ja? Ja, maar als hij dit maar niet voorkwam. Nou, trouwens, doe op. Dat hij de saloren zo anders gaan doen als ze leeg waren. En dat op die broer met je ook nog geen antwoord kwam. Nou, dat nou maar zijn mooi van bestuur op Joosten om te proberen. Voet! Nog een keer zo, ja! Zijn er wel dat ik voor ben? Voet! Zal dit een nodig over spreken? Hoi, hoi, wat nou? Het is toch! Is hem jong in de mond om dat te zeggen als toen wel zo gekoord was? Ik won dat voet, maar doe maks niet, ja! Als toe alles van ons personeel opbrengt, wil dat is niet goud, maar ik nooit. Je nog, oud jonkje. Een beetje uitmies, maar jij en ik gaan nog in elkaar tellen wat. Maar klappen, nee dat nog wel. Daar mag ook. Oh zo, dom dat stoel hem wegstuurde. Dat die hem voor het stuur hebben zeker nooit. Ik ook? Nou ja, dat hem maar. Maar ik ben toch wel eens even nieuwsgierig en wat hij met CNV hier eigenlijk wil. Dat is van zo neerlicht en dat stond al eens brand in die bruin. Dat jongens kan vertellen dat hij een goedzoekers bent. Hij nog een tautismin steltje. Daar hadden we zo'n leers bij een man. Zeg, was dat niet eens op de woord staan? Ja, natuurlijk, die man zag geen zaal op naar vanuit de naadvuur is. Ja. En als ze de vulte komen zitten en mensen kunnen ze afrazen. Dat ligt niet aan autisme. Nou, wat dikke saloren ze dan betonen, want je zuiver niks verdoet! Concurrentie, jouw concurrentie! Minder riezen, je spijt dan door de grond hoeft! En in al die zegeltjes, en die bonnetjes, die je niet meer als je niks kost! Al morgen, jouw SCCB, hè? Nou, dat wil ik ook, hè? Ik kom veel meer in als dat ook voor op het ging. Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Zij doen maar niks, de wie zal niet zeggen toch niet, jou? Hoi, Engel, John zegt je ook maar niks. Maar wat is dat bij jou? Satijnband. Zalmkleur, frezen, grasgrond, pauwblauw, lila, paars. Wel ja, wel zeker zit er nog maar 20 kleuren bij. Wat wil je wel in? Gevraagd. Oh, zet, kijk eens, duizend vol liggen onder jou nog touw. Die kunt u gerust naar het leger dezelfde. Ja, staat die dan niet de hele zoon ontleden? Dat is nooit zo. De hel zeker. En dat is dan juist de oorzaak van de slachten. Het kan me niet schelen als u de kwaad wordt. Maar als we niet met de tijd meegaan, dan verloopt de hele boel. Nou, over dit doe waar. Ik kwam er niet zo op, dat ook nog een schilderkrieg voor. Ja, maar als jij nog allemaal opliep, dat kan ik ook nooit zien. Stel je voor dat Salomon nog dan net. Nee, dat is mogelijk weer al eens. En er zit niet met dat aan met dat lip vanavond met de bret in hem op. Maar goed. En als het te duur wordt, dan denk dat weer niks. Ach, ach. Ach, ach. Ach, wie dukt dat hier weer de vroeg? Doe maar soms dan maar goed zeggen. Laat ons daar maar over zwijgen, oom. Daar is al zo dikwijls over gepraat. Zou u als jongeman graag een verlopen zaak overnemen? Een verlopen zaak? Dit? Dit heeft toen maar niks over als zoiets is. Lijfhebbers genoeg. Dan brengt u uw belofte. Het is mij beloofd dat ik later deze zaak over zou nemen. Als dat niet zo was, dan zat ik hier niet. Die verbond over die. Zeg maar gerust. Doe maar als die wat schoon is, dat nog niet dank? U ja, mag weer praten. Het kan nog jaren duren voordat u uit zaken bent. En in die tijd moet ik toch ook leven. En dan zal ik het nog maar niet eens hebben over trouwen. Wat zegt u door?
Dat zul je wel als een misdaad beschouwen. Maar mag een jongeman van 27 nog niet aan trouwen denken? Dat u nou al bij het vrijgezel bent gebleven. Toen ben je groots op groots. Trouw, dat is de stomste strijd die ik mas persoon doen kan. Dus... Wat vrouw nou eens ook dan? De bar over knap is. Kijk je aan! De bar over de deur, dat is de onderste wat ze kennen. Als ze 100 gulden niet lopen, zo'n ding, hè. Direct ze dat schone vrouw is. En dan is alles op. Verreste zien ze. U schijnt er ondervinding van te hebben. Veel bidozende. Dat is beter als ondervinding. Dus, doe wel die zakkocht in Ozen zo te dienen. In de hoogschool alleen moet er gewoon traan. Wat voor eigenlijk zo? Ik ken dat niet eens. Ik ben huiver ook nooit te kennen. Dus geen vrouw die deugd. Maar wat wil je nou eigenlijk? Genoeg verdienen om te trouwen. Ook door wie die bots? Ja, die vreselijk, hè? Dus dan hebben we het ook nog niet te zeggen dat dat niet eens hier komt. Betrekkelijk. Wees je gewoon boos je wiet vindt. Maar wie zal dus andere woorden regelen? Dus, doe ons dit is ook. Onze zoek. Noor het Finestijn helpt hem een vrouw die eigenlijk om. Wat vraag je toch? Ik ken dat niet eens. Ja, nee, ik durf er ook al met te kennen dat hij toch al zegt. Er is geen vrouw die deugd. Zo, en herinner je zich niet van je moeder? Was nog maar 6 jaar dat zij stuf. Toch zou u niet zo van haar kunnen spreken? Ja, dat was ook nog een beetje op ieder geval. Het is nog een vraag of niet dat is. Ja, wat allemachtig nog een... Zo? Doe eens wat mis, dat is zo net. Wat nou, heer? Hoe is dit neem ook niet aan het Ja, wat nou, heer? Wat nou, heer? Wat ik weer, Roesie? Jongens, die denk sim. Jong vanuit een hongerloop. Je moest eens begrijpen. Hij scharrel ook nog. Nee, joh. Dood voor jouw vertrouwen. Is het weer koffie? Hou kist dat nou, vrouw. Maar je wil er zoveel bedanken dat het een duur wief bij onder hoofd kan. Dat dat niet eens hier straks komt, hè? Dat is ook zijn schuld. Maar ik moet dat dus doen. Ik moet dat dus doen. Ik wil niet dat ik met zo'n verre man ga toezien. Dan stak maar in de hoofdnest. Ja, maar dan was niet de raad aan mij gezeten, man. Zeg, is daar al gehoor? Je zat die daar weer vol ook, hè? Oh, vraag jezelf eens eerlijk af. Heeft de jongeman die in de Zuidse best doet geen recht op een behoorlijk leven? Behoorlijk en behoorlijk leven, zeg nou ja. Op je dat nou zo gehoor? Ja, u kan het weten. Oh, als u mijn aanstaande zweren kiest. Dat is nou nooit onder uitstappen, Ron. Ja, kijk eens even, jongen. Vertrouw, nou, de bent ze zo lief. Maar, dit doet het al zo niet. Jongen, wat dat je haar hoort. En dan hoorde je zomaar bots verhuild. Oh, ik heb het toch al eens op het speelde. Ja, jongen, wel rekenen met de achterste als hij nou wordt de achterste van vuur. En is er nou allemaal niks meer aan te doen? Maar du bist noch im Mooste van die Jod. En als wie geen leugt, loopt je brengen zelf die blinden laten. Schoes nou maar nooit langer zo'n jod, want daar heb je ook niks gehoord. Het is beter u te brengen zo'n over dat ongeluk verkanken. Oh, hoi, ja, zaakjes aan, heren. Met zaak daar ben ik zo meer als met... Ja, dat is die allergrenze. Zeg al! Ja, spiek je nou maar uit, jongen. Ja, maar. Als jongen zo'n jod in 2 minuten kost. En hier is de ploeg. Wat wie zeer spijt bedenkt hij hem om over deze stad... Misstap? ...nou te denken. En zal Leo de nacht van zijn woning terugkeren, dan zal ons zijn eerste bloot bewezen worden dat zijn vrouw een volmokte vrouw is. Dat ken hij nooit. Dit is ook niks dat mijn vuur daar tegen hem. Maar nou, daar heb ik ook geen 6 weken bedenkt tijd voor nodig. Wie wel? Zorg de vuur, jong, dat ze voor ons een goud die vuur slaagt. Maar onze zoon, hè? Onze zoon, mag zijn vrouw door ook wat de boos spel, mag je alles hebben en hond door aan boog? Ja, zegt dat ze bij ons in de zoon komt. Ze is in het winkelbedrijf opgegroeid en in staat de firma tot grote bloei te brengen. Ik wil het graag bewijzen. Ga er voort maar met nou. Oh nee, dat kan nou. 2 verluid met de zoon te zoon, dat zo'n nooit worden. Zo, dat kan ook. En dan in onze zoon. Nou, de kind is van zoon. Zo kan ik het wel eens even nog niet vermaken. En moet ik uw voorstel zo opvatten, dat u voordat die 6 weken om zijn geen kennis met haar wilt maken? Nou, zal in deze omstandigheden het beste van wel, jong, dat die ons aan die 6 weken om. En zes loten zo zijn dat die geld met die vuur hadden. Is dat nou zo, hè? Kun je never niet, die aan zijn, maar kom hier, beste brave neef.
Net zoals jou en onze zoon met ons zou komen en sturen ons naar Tolhout. Ah, je weet niet in uitkomen. Ja, ik ben verschuldigd. Ik overdrijf alleen maar van, hè. Maar ik wil wel mijn trouwe verantwoording geven. Dat zeg ik. Ik hoor dat tussenoets. Oh ja, nou aande. Als hij hier komt, als hij zegt weet nog niet, hè. Dan is er wel anders gelezen als zijn vrouw vermoord vrouw is of niet. En meer zeg ik niet. En als Lothar, onze zoon nog zijn grootje gehoord, ligt met een eigen loodje schenk. En dan raakt hij helemaal bij ons. Wie zegt nog niet. Hoi, wat een barrel. Het is mijn schuld dan? Nou, dat kan ik zo niet zeggen, Jan. Maar ik ben er ook een beetje beduusd van. Maar dat werd, een beetje schaderderij. Jan, je voor ook nog geen traan. Laat me de beste er morgen ook met de nacht weer overproten. Goeiedag, zeg meneer Horsman. Dag, Horsman. Ik kwam maar eens even inkijken hier, hè. Hier niet, maar hier Pietje aan uw zoon. Dit is een beetje gek naar de nacht. Nou, hou molen. Die heeft ook staan aan ronden. De mensen. Wat de mensen? Ja, ik weet zo naar al iemand erover kent. Twee van zoveel winkelrukken. Ik zou je zeggen, elk met sloot je mond en haak voor wees naar je klusjes schoon. Let niet al weg. Ze hebben ons de tijd nog wel. Ja, op de plan van Leo die wat. Hou aan Wendy. Jouw getraagd. Nou, jouw echt niet. Jij bent een beetje meer nog naar beneden. Wat? Want hij mogen getraagd liep, omdat hij bij ook eens van die stiefel vrij gezellig bent. Zo je zonder weet, man, is om dood in te maken. Nogelijk voorkomt, man, dat je nooit geen zonder weet. Haha, wat bij iedere man van mijn loop is. En je nog vraag je touw aan. Nou, je traagd, je hoezacht. Wat ik? Ik wil wel eens zijn als een ander hoe zat er om je touw aan hem. Hoi kerel, wat kijk je ons vanuit verhaal? Dat vertel je, die vieste jongen gezorgd door kool en gezorgd door patrokken. Zonder links of rechts te kijken, maar dat echt verwacht, wat? Want dan is een ruim blijven zo lust. Ah man, ik ben jij niet wies. Maar ja, ik ben trouw, hè. Ik ken zwijgen. Maar ons in de laagloop laten, hè. Dat zal je nooit glas zitten. Hahaha, zoiets komt om een dunnebaar. Laat me dunnen, maar bij ons laat naaien. Meneer Zwind, kom, kind. Vrouw Doorweg aan Rijmaak zo breed. Ah, die oorzoens, Kleudo. Hier bent u alleen maar, man, hè. En als je kastje koffie aan bunt, dan kom maar in de week, hoor. Zo, zo, jong. Dus doe eens dat grootse plan, de vuurneems. Ja, de plannen zijn er wel, maar... Wacht, kom, kom, wees nou eens een keer. Vergeet niet, meneer Horsman, dat ik van het alles afhankelijk ben. Ja, maar dan maakt ze toch geen misbruik van me. Ik zul er niet wat ze niet geworden hebben. U hebt nooit wat ze zo even hebben besloten. Over 6 weken mag ik net een aanstaande voor de dag komen. En als ik kan aantonen dat ze de volmaakte vrouw is, ook op het gebied van zaken, dan zal er over ons lot worden beslist. Ha, 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 ha! Dit ben voor jou, jongens. Maar hoe zegt ze toch in vrede over een verdien, joh? Ja, wist ik dat nou maar. Dat zeggen ze er niet bij. Hou uit, lieverdje. Josephine van Elsen. Ze is thuis bij haar oom. Meneer Stierenborg aan de Hoofdweg. Oh, Stierenborg aan de Hoofdweg? Kier maar de kindje half beest in twee, joh. Je hebt hier wel zo'n in die winkel. Oh, jazeker. Ze heeft veel plezier in het zakenleven. Oh, als we ons eens wisten wie ze was. We hadden ons al voorgesteld samen iets moois te maken van dit antieke duffenboeltje. Een moderne zaak naar de eis van deze tijd. Dus wat had hij bij Wiki daartoe is? Nee, over 6 weken wilde ze pas weten wie het is. Dat was al bij de afspraak. Zeg! En ik zie ze er het best voor op aan, vooral om Hendrik, om expres allemaal fouten en gebreken in haar te zien. Zeg, joh. Joh, doe kies een enorme buiten. Als dat maar eens lukt. Wat bedoelde u? Ja, kijk, daar ken je niet uit van. Kom maar, die gewoon in die keuken. Komt u maar even verder, ja. Dus ik kwam die brood over die zogenoemde hongerhandjes die hier u betaald? Juist, meneer. Daarvoor komt. Het was
Zoals u weet hebben we enige maanden getracht door correspondentie met uw firma in contact te komen. Ja, die mooie bruikers van jou hebben wel even een stuk op tien. Nou, laten we zeggen, vier. Het bewijs dus dat wij zeer geduldig zijn geweest en heel veel moeite hebben gedaan. Zeg ook eens wat. Nou, ik zou zeggen, laat mevrouw maar eens voordoen. Graag. Ik zal beginnen met te constateren dat uw firma bij de sluizen minstens een jaar of even te wachten is. Ah, ze luiden, twee jongens. Ik zeg ook minstens, meneer. Ik heb hier staan. Leo Nieuwland, 27 jaar, 1000 gulden per maand. En meneer Kors? Dat staat erbij, ja. Oh. Dan Wim de Nijs, 17 jaar, 700 gulden. Dames en personeel heeft u niet. Gelukkig niet. Ik overdrijf niet als ik zeg dat deze salarissen op zijn allerminste helft meer moeten worden. En dacht je ook, dat is ook niet waar om dat te gaan? Pardon, dat dacht ik helemaal niet. We hebben het tegendeel voldoende kunnen constateren. Ik kom eigenlijk meer om u te waarschuwen dat wij, als u maar in toelating wilt weten, maatregelen zullen nemen die voor uw zaak minder aangenaam zullen zijn. Oh, en wat voor maatregelen zal dat helemaal niet wezen? Staking! Dat is een mooi dak. En dacht je ook dat onze jongens ook met zulke slechte praktiek bezig houden zal? Ik geloof niet, ik weet het zeker. Mevrouw, door je schat van de deur. Oh, dat weet ik, meneer, want ik ben er door binnen gekomen. Ik weet nu welk vlees we in de kuip hebben en ik zal hier pas terugkomen als u mij zelf verzoekt. Heren! Nou, daar zeker dat is losweest, hè. Ja, maar zo. Ik ben weer, ik ben lachend voor je, was dit niet zo. De vrouw die kwam hier gewoon om met ons te vroeg. Nou, nou, we waren over uw knieën liggen als niet helemaal goed les. En als die in een andere week zullen voorzien? Nou. Alle personeel van opzetting en deze type van werkloosheid. Ah, de meesten in onze zorg, die allemaal geen verstand van onze zorg hebben, die ons alle zorg door de Filistijnen helpen. Ai, jong, was nou maar beter om vogels mee te geven. Waarom deed je die beter niet op? Dat wordt niet gezegd, dat ik echt bij snutlijst niet voor dan. Ja, maar moet ik je zeggen, jong, was toe het rustschot. Wel, alle machtig God, dat nog gewoon even leuk steen, zal ik dat. Ja, jong, wat dat zult de vogel. Ach, moet ik toch stil gaan, jongen. Ha, 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 de baardakkoonjes. Drink zo in een rokje. Ik ben maar zo vrij best, ik had maar een kop koffie dan. Ik stuur u toch naar hem, hè? Nee, houd dan. Kom maar, nu maak eerst maar weer op. Kort van ons, zeker? Van ons? Ja, ons gewoon koorlopen toch? Ach, kijk, ja, niet ook keer zo. Oh, maar gewoon toch nog maar even zitten. Nee, nee, ik heb mij aan het dient. Ik moet eerst voor. Verdikken! Nou zoek dat, ons vergeet. Tja, ik ga je aan de rommel vroegen weer. Kiemers gewoon weten je gebruik. Hé? Ja, ik vroeg toch geen Engels? Een winkeljuffrouw? Hahaha. Wat wil je ons op koren? Ah, doe eens aan die persoon uit. Ha, dus je dat kan doen, wat? Hoi, kerel, wat is dit? Oh, kom niet. Winkeljuffrouw. Orsma. Hé, je, hé. Het is verdorie net of ik je beurten over haar in te brengen. Zet ze hoort naar nee, hé, het is een beetje, hè? Ik zo'n beetje onder mijn beschaving wonen. Ze vroeg hier het steen hoe het kaal en rustig is en wat nergens ook is. Ze vroeg hier directeur verhullen. Oké, kies. En als ze hier nog komt, Connex, dan wordt het zeker. Die was een groot en zwaardig adres. Bestaat je daar? Zeg, trek eens alles toe er nog over. Oh, wat dat u, Osmaak, hier hebt dus. De boos heeft gesproken. Stil maar, als ik vind dat er zo opneemt, zoon. De vrouw nu houdt niks als last hiervan. Ja, ja, wel, wat zei die mevrouw Rezer ook weer als we aan de weg zo'n volk zitten? Is zij ook in bij Van Horsman? Georganiseerd bedoel niet? Nee, loopt niet. Dat stuk is dan hout hoor. Ja, ze heeft helemaal geen vaste baan. Kijk, maar ze staat wel voor de vak. Ze verwacht maar geen niks aan horen, hè. Kijk, dat is behandeling begouden, hè. Dat is ook nooit voor, ja.
Zeg, wat voor een kinderop die is nou zijn zoon? Oh ja, ik heb het dodelijk wel gezegd, Krim. Ja, hoe heet ze? Josephine van Erf. Hoe oud is ze? Ongeveer 27 jaar. Dat is gewoonlijk. Hou zo even, jongen. Nee, maar verongens. Veel even, Leo, Nee, is al bekeken op andere die hasken ook. Nee, wie bedoelt was tandenpersoneel in de zoek, hè? De klanten, dat moet dat je niet van mij verzeet. Liep die gewoonlijk aan. Maar jou is de gatje er een van ons beiden in de winkel. Huh? Doe maar wat. Nou, ik zou zeggen, Oostman, dat ze maar eens even komen, ik heb u bekeken. Moezo, het is kniekdeen in zanden. Gooi spiet van kniek. Maar zij komt niet hier nog in kantoor. Dat heb nog maar even gezegd. Hij zou vinden u toch al lang aan voor de winkel. Ja, maar dat geeft je niks. Dat kan die loer hier nou overbrengen. Ik zal een borstel overbrengen dat ze komen kan. Nou, goeie. Ja. Oostman. Dat zal ik nou veranderen. Hier zo, dat kreeg nou op in het licht. Ik zeg gewoon dat hij nou veranderd heeft zelf, omdat hij altijd manlijk met manlijk werkt. Maar die stoel, daar zit niet wel dwars. Oh, dat mag rijden, er is niks. Kom niet koffie drinken? Nee, breng ons koffie maar in. Mooi, ach Vero, ik heb ook aan zich niks te doen. Wat is dat de kale drokte dat ik je koffie hier breng, Maus? Je zit niet aan toch niks te doen. Loor, dat was een mooi beetje. Ach, zet nou maar nou zo goed. Dat doe ik ook hier nooit. Ben nog eens voor zo'n houtstandje. Zeg, is er wat? Nee, wat zou gewezen liggen? Breng ons koffie nou dan. Verdurt. Ja, drijver is wel laat. Door hem is in zo kort voor de kant. Ja, en hij dans van plezant. Als je een beetje wil, hè. Dan hebben we hier in die volgende week een winkel, juffrouw. Stoken? Nee, stoken kreeg ik. Waarom dat? Ben ze van Lotje getipt? Ze verdient niet genoeg. Ja, is ze dan ook eenvoudig met je mee? Ja, zeker. Doe als je beter als wie, hè? Nou, neem hier de maploos. Als je dat toch zo gauw is, dan doe als je toch wel beter als zo'n administratie van wat. Is dat zo? Als je doet maar nog verbeeld dat ik jou ben, dan heb ik dit mis. En aan ooit kant. Het weet niks van mij dat jullie de vrouw hebben neergegooid. Wie zo'n vrienden als ik ben. En als jouw vrouw er dan was, stond ik nog op 60 gulden. Geef die lui bedreven, mijn smak. En als, jullie, als ik toen nog een beloofde erop zien staan ben voor jullie te zorgen als een mouden. Hoe? Wel zeker, hoe? Wie? Iemand blieden weten dat ik die belofte nog kan. Huh, en ook mag die blieden dan weten? Vind het namelijk dat je alles achter jouw nacht nog bracht? De hele dag ben ik voor jou aan het werk. Dan mag ik wel eens even wat maar om daar. Ach, wat, wie mag maar om. Gelukkig. Heel me nou zo'n man. Stel wat daar in de day is. Nou, het zou recht vak boor. Dat moest je toch zeggen. Dat zal hij aan zeggen. Hij tolt die jouw zoon dat ik je naam zo. Ach, die jongen toch op. Hij trouwens, ga je draag je vlieg meer doen. Ik heb er al lang maar last meer. Maar ik zie maar alles, wie me deugt niet daar. Ik, mens, ben allemaal 50 jaar. Ja, ik ben allemaal 55 en ik heb al overschritten, man. Ja, als jij dat van jou, dan zal ik die nooit. Ik heb mij niet kapot hier in deze schandalige grote rommel. En dan nog staan verdaan, daar is toch er alles in? Al die kind maakt dat kerel voor van lopen. Nooit heb ik het wat afleiden, nooit heb ik het wat haast. Ja, is dit wat trouw, ja. Wie kreeg je misschien wel een winkel, juffrouw? Wat zeg je door? Een winkel, juffrouw? Hier zo? Ja. Waar kom je door zo? Het is een kind is van ons, maar die heeft ons vroegd. Ach, lieve stille. Dat kind ziet je geen week langer voor wie dat dorp komt van hen. Ja, dat heb ik ook al nog, maar het is nog niet zoiets. Wie moet nu eens naar hen bekijken? Wat ze mag houden, de rookie. Daar wordt je niks. Kom, ik zal uw koffie op. Zo, ik kon nog maar eens knikken. Ik heb Jattie te lopen een ruzie. En hoe moet je nou zo'n jonge maatje aan doen? Er wordt hier grote hoepen tegen.
Wat troost toe door in die lijntjes over het vrouwenvolk? Ach, wees toe door jou, je gewoon even zitten. Ja, één. Mijn kapucine staan op stijl. Eerste baas, wat kiks jij zo? Wie ging je mis in jouw winkel, juffrouw? Ah, zo weet je om in winkel te helpen? Ja, nou, dan schoon te kussen. Dan ben ik je opgedroegen. Zal je roer aankomen? Mij ligt er niks over te zeggen. Dan mag toch zeker wel even nadenken. Nou, kijk hè, als zo'n jong daar is, die zult de night voorbij. Dat heeft me last met je bedoeling. En als ze wat ouder is... Ja, die heeft last met ons. Ah, het is zonder dat zegt, Joko. Nee, zulke verstandige jongens als jou bent, doe ik wel naar baan voor. Maar kijk, die winkeljuffrouw van zo'n derde, verre jaar, die kan zo vreselijk bozig zijn. Die wordt ons altijd beter. Oh, toen durf dat die ons de deur op de kat zitten, lijkt. Rit, en door een maaier en uitzouden. Wie hebben nog wel geen meer uit te zetten. Het is een kennis van ons, man. Hm? Die heeft ons vloot. Hm? En hij wil geven dat een beetje in nette winter terechtkomt. Dat is waar. Als hier in de hoorn net zo is, dan is jongen. Ja. Maar dan moet ik die rode kat zeven momenten. Jan is ja de lopen kwaad, man. Jan, dat heeft van zijn vader af. Ah, ja, ze dat nou van zijn vader af, van zijn taal, dat doet er allemaal niks aan af. Ik zit er nog mee. En dan moet je nou zo'n jong weg bij haar hoor. Nou, ik zou straks eens een goud met hem proten en dan zat hem daar eens een flink onder de neus. Oh, no. Even, Janje. Zou wat naar de nachtje ook kan komen maar met nou? Nee, weer te laat hoor. Want nu de voort mijn kapucine staan nog steeds. Is hem het, hè? Ik zou naar buiten willen houden. Daar is hij morgen net na verbeelden. En dat wil die winkeljuffrouw in hoor. Ik begrijp niet. Zeg dan wat je woord in dan slaat dicht. Ja. Dat jonge koudje wat je tegenwoordig nooit meer wat ze weer bent. Ik begrijp nou dat het in haar was geschreven. Nou eerlijk gezegd hè, ik snap er ook niks van. Daar ben ik mijn mooie vrouw, die mag mij nou helpen. Maar kom nou eens nooit, Jokko. Nog nooit een vrouwspersoon in winkel. Hoi, maar schaai alsjeblieft op te zoeken. Kom, laat me de jacht op je op. Je wordt niet een flauw van me en anders maar Leo de zorg maar overnemen. Neem je dat nou tien? En dan zien we misschien aan de week ook nog wel zonder volk. Hou dat! Gewoon ze af en voor. Ja, stoken. En daar komt er ook nog bij. Oh, lijve stummer. Dat belinkt niet toch voor tien. Wat een geluk dat ons voren dood is. Dat zij dat nooit meer moet met mijn hoofd. Mijn kapuzinetjes! Dat brengt ze mij nog aan op stil! Zonder die nog wel eens in zo. Nee, je prinsje lop. Als die nou zo driftig mocht, Henk. Hebben ze die blauwtje wel eens onder hun ogen zijn hond? Volk genoeg, maar die hoort niet in. Wat voor twijfel ben bij die straks over flauwe kant? Ik denk dat het maar niet bijzonder ook wat te vragen. Dat maakt ze dan eigenlijk niet veel bij. Ach, zo niet is, dan zou ik dat ook wel zien. Nou, dat zou dat niet uit mijn duste woord. Dat is het beste, man. Aans, wat niks. Doe wist ook jij zo'n oorlog. Ja, ik ben verzild hier. Als toen hier alleen nog komt van die hoed te rijden, dan is toen ook wel weer overlijden. Ja, maar die lijve Jan, toen zeg je zo, dat is toen... Jantje, doe zo die stil, hoor. Wat? Want ik die stil, hoor. En dat voor die, is dit in hazensloop. Maakt die dan onze de koffer schoon, want zo zijn die nou eens de zuster tekeer te gaan. Wist toen ook een vest? Jantje. Weg jong ook nog. Wel ja, waarom ook nooit? Jong die nooit is de zuster door de koers maar roet. Maar het is het geluk dat ik zo taart met dat vuur weer. Nu zoek eens na de deur die hem met wie dit zochtens bent verleend. Toen komt nog niet gek moest terecht. Breng die nog maar in. Dan ben je niet kwijt. En dan heb je gelijk die centen. Maar dan is je dat toch te nou. Oh, wat de trap gemooi. Gooi stoel niet voor de fout dat niet om die centen te doen is. Nou, doe ik die nog wel zonder remmen. Oh, wat mooi wat uur. Ik dacht van jou nooit bruin. En de rijkste boek op wereldbraaf is. Maar toen ben ik nog nooit van die al doen. Dit zou ze remmen. Ik juk al met mijn helft doen. Laat je ook op de babie. Laat je maar ook op stroos. Maar het personeel er ook nog wat hier over. Dat is verdooid. Dat is verdooid. Mijn kapucinetjes. Hoe zou je wat de vader hier aan dacht hebben? Vrees, hier is een jongen van elf. Meneer Rasperger stuurt. Heb je maar ook net zo'n boos, Bie? Ik heb nog een touw. Is dat u? Ja, dat verstaat dan wel. Maar goed, die doet eigenlijk, hè. Zoals doet hij dus maar om die kapucinetjes, nee.
Nou, dit is niet zo lang wachten, maar dan wijs je eerst naar dat deur. En zeg hun die weer recht en houdt de biest uit, maar zo net als ook je zo groot. Zo, dan zit u nou maar toe op persen, hè, maar toen zei. Zeg, stoos toe hier nog. Wat zo? Dit er voor is jong, want dan word ik nou laat beslissen of dat ik hier kan, kind of nooit. Zal ik eerst eens met een vrouw? Doe. Moest toe weer aan nemen, misschien. Moest u zelf vertellen wat voor een opdracht dat dat is? Nee, ik zal niet praten, dame, maar zeker dat er van over van mij gauw vliegt. Oh, is toen er ook eens? Zou je er ook, zou je een omslag binnen kunnen komen? Nou, ik is die van netjes genoeg. Goed, wat dat over te houden? Ze kennen ben je nou dat ze nog kloots is? Wer is dat voor nou? Een doeken zo. Dat is... Voor een meertje. Dat is wel mooi. Mevrouw, heren, heb ik het genoeg in de bank om te spreken? Ja, dat is het. Van Elsen, aangenaam. Ja. Jasper van Elsen. Dag, mevrouw. Dag, mevrouw. Ja, meneer Hasman heeft me gestuurd. Ik mocht hier komen solliciteren als winkeljuffrouw. Ja, dat moet niet ook, ja. Ja. Zeg ook eens wat. Gaat u hier maar in zitten, juffrouw. Ik ben ongetrouwde zuster van Jacob en Hendrik. Ziezo, ik moet nu de voet. Mijn kapuzines, ik meen mijn vrouw Edje staan. Ja, ik wil natuurlijk niet storen, maar er moet natuurlijk een en ander begraafd worden tussen mijn broers en u. Dacht u dat u wel zou bevallen? Het is hier allemaal volk moet je rekenen. Dames personeel hebben ze hier niet. Nou ja, ik zal het moeten ondervinden. Ja, de omgeving zegt natuurlijk wel veel, maar dat betreft ben ik nog niet zoveel gewend. Nog niet zo lang in betrekking. Nou, ik werk tot nu toe in de modebranche, maar detail betrekt me toch meer. Ja, ik was tot nu toe bij Sterenborg aan de hoofdweg. Meneer weet dat ik wil veranderen. Ik heb hier ook een referentie. Als de heer die misschien even wil inzien? Oh, dat kennen we maar ook nog wel een keer nou, ja. Nou, oh, dat liet me wel over dat nu, mevrouw. Tenminste, als dat allemaal woord is. Ik wil niet dat meneer Sterenbog mee en heeft mijn capaciteiten te overdrijven, meneer. Nee, zo bedoel ik dat ook nooit, hè. Oh, juffrouw die kan goed met klanten omgaan en die kan ook nog goed verkopen. En boekhouden ook als het te pas komt. Bij Sterenbord werkt met een dubbele boekhouding. Ja, dat is heel gemakkelijk. Een dubbele? Moet je daar 2 maanden toe wezen? Ach, nee. Nou ja, het is maar één kwestie of je met elkaar hagedijn kunt. Alle naturen zijn niet gelijk. Tontje? Nee, Hendrik. Het is veel beter dat de juffrouw die feun wordt. Voor de juf gaat niet zo makkelijk om te zeggen, al wacht ik net op wel van plan. Doe zoals die snot, hoor. Laat Jacob zeggen, is hij het driftig of niet? Ja, juffrouw zou wel kunnen begrijpen dat er soms het wat kan volhouden en lagen. Natuurlijk, meneer. We zijn allemaal mensen. En ik kan me moeilijk voorstellen dat uw broers het zonder enige reden. Oh nee, zo slim is dat ook niet met mij. Net wat vind ik, hè? Nou, daar zou het beste de man van houden. Zo stoog eens maar dus om die capuchines, denk ik. Nou, even stappen met capuchinetjes naar Frankrijk op stil. Deze zaak bestaat, dacht ik, al heel wat jaren niet? Ja, heel wat jaren. Ja, dat is gewoon niet hoor. Ja, met ons oude hier erbij over 65 jaar. Al over de 65. Nou, ik zou zo zeggen van... Nou ja... Als Jozefine er geen bezwaar tegen heeft om hier te komen. Pardon, meneer. U moet er geen bezwaar tegen hebben. Oh, wat mij aangaat. Nee, hebben die kan ook allemaal van de oren. Nou, dan zal ik wel eens even kijken wanneer jij kunt komen. Ik zal komen zo gauw als de heer het zelf willen. Maar wilt u niet eens deze of ik wel geschikt ben voor dit werk?
Ja, dat was nog niet ons object, nee. Natuurlijk, meneer, u moet toch weten of u de juiste persoon voor u hebt? Ja. Heeft u iets te doen? U moet u maar eens gaan optellen. Kan juffrouw een BTW berekenen? Natuurlijk, meneer. Geef maar een prijslijst. Oh, dan mogen die inbouwen. Nee, wacht maar. Minder weet meneer gewoon. Nee, doe ik ook niet. Ik word ervoor dat ik dat niet. Oh, de druk. Ja, van wat ik de laatste tijd. Ja, het kost ook heel wat om met de tijd mee te gaan in zaken. Ja, het is een hele droer. Ja, zou ik misschien een jas even mogen naar toch? Oh, jawel hoor. Heeft u ook een kapstok? Ja, denk ik wel. O, je bent nog thuis, jongens. Alsjeblieft. En is er nog een penpapier voor mij erbij? Ik zal even roepen of ze dat even komen brengen. Fijn. Breng even wel, penpapier, jongens. Kom jij? Wat zullen we nou in? Dat is het wel. Post. Als jullie het gedaan, kan ik wel. Kijk, jongens, weer. Doe maar! Doe maar! Wat nou? Wat? Ja, waar heb je nou over? Mijn stoom. Waar zijn je stoom? Mooi zo. En wist u Josephine ook wel gewoon laten, zo beste maat? Ze is dan zeggen dat zij ook stoom. Leuk maar nou dat zij om een groep is waar ik nou ga door is. Zou dit met zo'n naad voor? Zou dus niet zijn oren gauw te kippen, niet snijden. Doe maar echt dan voor ook hier in die kaart. Zij kon ons ergens beleefd en dan helpt ik me al die neer, vraagt ze nou die telefoon weer. De rest doe ook met een stem. Zo half en half. Dat loopt, dat zij erover begonnen en dan is toen geen stom woord zeggen. Zo? Ja, ik moest woord dan. Ah, toen zei ze ook niks, dan zou je erover begonnen. Nou stoot zo'n ding door, wie stoot er besteld met? Ik nooit. En dan denk ik dat je nou maar net maar, wie is wat aantje nou dat die telefoon hebt? Eerst maar die advertentie voor Mol en Kraanstof. Voor Mol nog wel? Ja, daar is nog zo'n brug. Is dat? Ja, maar je legt u op met een stem. Oh, kom. Als het barrel voor, strak verloopt, dan is de hart niet schuld. Zo, je verdoet mij allemaal nog niet. Ik kan me niet meer nog. Nee, hoor. Ik kom wel aan dat rol op. Ik ook, daar is geen oren om mijn kopje door aan te denken. Ja, maar dat was al lustig, man. Dat doe ik niet mooi van jou, man. Ja, zo ik gek wezen. Of bedoel, neemt u niet op? Maar de docent Hemmer die zou hem juist geen mag nemen. Nou, ik wil je ook al doen zoals de mag nemen. Zal ik hem dan maar even opnemen, heren? Ja. Hoe lang het genoeg kokkel? Oh, dag mevrouw. Ontzettend niet. Oh. Dat zal geen bezwaar tegen zijn, mevrouw. Nee. Nee, dat hij een stak is, dat... Nee, dat klopt niet. Dat zal geen bezwaar tegen zijn. Dag mevrouw. Dat hoor ik hoor, goed stoot naar de deur. Nee, meneer. Mag je dat wel zeker? Absoluut zeker, meneer. Uw personeel heeft mij beloofd niet te zullen staken. Ja, maar niet dat... Ja, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Maar had u mij aangenomen als er geen sprake van staking was geweest? Dus meneer is mij ook dat... Kan je nou wel eens van hem komen? Nou, doe maar, want ik niet van die wijze, yes. Doe maar, hij mag nog niet in dit. Maar dat mag je ook op die golven. Waar hadden wij het ook alweer over? Over de staking, meneer. Oh, maar Josephine moet ons maar niet kwalijk nemen, hoor. Maar dus de staking gaat niet door. Nee, meneer. Maar ik heb erbij beloofd alles in het werk te zullen stellen om de loon op een beter peil te brengen. Zo. Ja, misschien is het brutaal van me, maar ik zou willen zeggen... Je zegt maar gerust, hoor. Nou, dat het hier bij de loon niet erg rooskleurig staat. Zo. Weet u wel wat in andere zaken wordt betaald? Ja, daar houden wij niet zo bij, hè. Werkelijk, meneer, als u prijs stelt op eerlijk personeel, dan moet er beslist verandering
komen. Maar ze zijn toch hier? Hoe weet u dat zo zeker? Maar Josephine wil toch niet zeggen dat... Ik wil nog niet zeggen, want ik weet nog niets. Maar ik vermoed dat hier verkeerde dingen gebeuren. Dat zou je... Ik zet u dat natuurlijk in vertrouwen. Ja, maar dat zou je al vreselijk zijn. Dat zou het zeker, maar de oorzaak, meneer... Ja, maar eens kijken, hè. Ik zou best een paar gulden meer willen nemen. Hè. Maar ja, ik ben niet alleen de baas. Het zal met uw broeder wel te praten zijn over zulke zaken. Nou, ik ken hem al 55 jaar. Dus die mevrouw van CNP zou weer onverzichte zaken moeten terugkeren? Komt die dan ook weer terug? Wat heeft ze gezegd, ja? Oh, daar wordt je grote ruzie, man. Grote ruzie. Kom, spreekt u nou nog eens met uw broer. Ja, Josephine kan makkelijk praten. Ja, dat begrijp ik niet. Ik heb nog geen enkele keer gemerkt dat uw broer zo onhandelbaar is. Nee, maar als jij erbij bent, hè, dan is hij zo stil als een muisje. Maar waarom dat? Ja, dat weet ik ook niet. Zou de ongewoonte wel zijn, denk ik. Maar als Josephine nou eens even met hem praten. Nou ja, als u dat graag wilt, maar ik begrijp niet dat het enig verschil zal maken. Ja, ik begrijp het ook niet. Maar ze zeggen wel eens van vreemde ook de macht. Hè. En vooral Josephine en ook, die hebben wat over zich. Oh, Josephine, ik geloof dat jij geroepen wordt. Ach, pardon. Het was ook niet mijn bedoeling om niet zo lang te blijven praten. Hoi, kerel, het doet me niet aan je kop, man. Hoi, hoi, het is een gewichtje job op jou. Maar meer ook nou, joh. Ruim 70 gulden 80 van Memmels en Volk, hè? En 98 gulden 60 van Bakker en Ebbing, dat wordt een Latijn. Zun en wat in hun afzicht, dat mag worden, hè? Is nou niet verstoken, man? Nee. Nee. Nou, wat is er met? Nee. Wat kiest me jij wel weer? Is u de idee dat er wel een normaal was? Nee, het is geen in orde nou. Dus u denkt dat ons personeel maar op zulke van verder gewoon zou. Maar die mist er naar de achterbraak. Nou, zoals een onderlezer als ik er ook achter ligt, hè? Wist u dan even stil aan en om in lusten? Spreek op, meneer, jong knecht, zo'n lusten en nou dan. De mevrouw Reiser die komt weer. Wel, het dat zegt. Josephine. Josephine? Al die hele Josephine, het is net als dat je het weet zeggen hebt. Ik heb er nou niet van genomen. Dat blijft er toch niet? Ja. Doe was bliksem goed als goud dat hij maait. Dat maait? Nou, dat moment, hè. Dat je door mij alles tegen zeggen. Wat je zegt nou dan zegt. Dat is juist het misselijke van een vrouw in huis. Ik heb keur niet zien als ik dat we de laatste met kringen zonden. Dat was zeker nog wel. Niks van genomen. Blijft er toch niet? Ja. De smerig op. Als u mij maar even vertelt, kan ik dat niet mevrouw Reiser zeggen? Niks, niks. Oh, dat is mooi boodschap voor Josephine. Oh, weer die Josephine. Twee je toch een maas vindt. Want ze zijn lustig mee aan dat wichtje dat man geld met onze zorgen. En als u dat niet zijn wilt, dan wist u alle dingen fladderen. Wat? Zij hebben mijn boodschap. Vermoedelijk, hè, wordt er in onze zorg stolen. Zij zult meer als wie bij. Stel, hier, in onze zoek? Ah, maar dat is jou onmogelijk hier in onze zoek, wat dan uit. Oh, wacht eens. Als dat woord is, wie zit die veel te laat op kantoor te koeloen, was dat? Oh, dat is wel wat een winkel zou niet op volk. Maar dit is goed, ik ga ze aanzien, ik snap het wel. Oh, die zit er nog eens uit. Nou, zal niet toch eens naar jou. Goedemorgen, Jacob. Goedemorgen, Trui. Is er wat? Met mij is er niks. Oh, die maart, die maart, die maart, die maart. Kom eens op, maar ik ben weer vanuit. Mijn borst trui, ja. Ja, dat is wel nu kunnen gewoon. Waarom? Ja, nou, je mag niet zo naar kwalijk nemen, maar het is toch ook slipsneuvert alweer. Wat is er nou niet weer? Ja, wat je wel rust net is vandaag. Al goed. Dit weet ik, hè? Nou, je bent wat rijden om mis. Wie hem zoekt in februari? In Doorn Vriend, hè? Of is daar een grootmoeder staafdag misschien? Zo is jorig! Voor verdubbeld. Ja, en dan roet er een. Ze zegt ze niet voor een reden, maar aan de Josephine. En wat ze doen, op wie? De zijn zal me wel de boer zijn. Maar die wijn van mij niks, meneer. Hè? Ze heeft niet verboden om je te rennen. Maar ik vind dat slim sneuvel toch, weet je, dat zeg ik nog helemaal. Hoi, kerel, hoe kon ik dat nou vergeten hebben?
Ze kreeg daar die boos steunkouden van mij. En als ze af ben, dan ben ze net weer jorig. Ik zal er hem gaan boos in de winkel doen. Ik ben ze. Nou, ik zeg niks. Hij zegt meer aan die baan, hè. Wat nou weer? Kom, laat hem op. Niet nooit. Let maar eens even op. Ben? Ben? Kom nou maar hier. Wees niet op. Dat je hebt achterover. Maar van nou af aan, onder al die naden van oor zijn winkels houden. Ik zal een deurbeeld stellen. Reken door maar op. Want zo kip mij maar. Nou, ik ben hier. Dan kom nou eens even, baby. Nou, weet je raar. Nee, hier gaat ze niet. Kijk. Ik heb al super zorgen dat je er alleen stop hebt. Kijk, zus nog wel. 100 gulden. 100 gulden. Doe dat. Hey, de politiebureau zal het. Nee, meneer. Doe zelfs dezelfde. Ja, de politiebureau op. Hey. Doe verdorst. Zeg, ben ik die met Jan en allemaal. Zeg, weg hey. De politie dan. Mag maar, dus op schuld. Nee, meneer, douw dat nou nooit. Nee, maar op zuin. Douw dat nou nooit, meneer. Maar niet. Nee, meneer, dat doet u niet. Wat zeg je door? Dat doet u niet. Ja, sorry, ik weet niet brutaal, maar mag ik eerst iets aan Wim vragen? Nou, als u dat beter is. Wim, waarom weet je dat? Ik zal het er al zo treffen dan, Josefina. Wim, toen zo aan. Wim ook het groen bespaar. Ja, ik kan alles op nooit zeggen, maar ik denk nooit op zitten, maar dan. Ik weet nooit ook wel eens op mijn maag. Maar laat ik dit worden, oh meneer. Ik heb die boeken toch nooit gehoord, hè? Zijn mij nooit wijden. Dat zal het dood zijn. Ik wil alles wel met jou nog weer in orde te maken. Maar als het me nooit bekend wordt. Ik heb al zo'n volk verhoord te maken slecht. Hoe zal het me thuis weer doen met mijn bieken? Meneer, is het goed dat er weer naar de winkel gaat? Doe heus wat Josephine zegt. Nog winkel vrouw. Heb je nog een politiebel, meneer? Ja, maar tis en vlieg thuis dan. Maar het is uw schuld. Wat Wim vindt, dat is heel verkeerd. Maar op zo'n manier maak je het niet van je eigen personeel. Ik zeg te veel verveling, maar het moet. Want er is niemand anders die het voor hem opneemt. U weet welke toestand er in dat gezin is. Ik zeg het ook omdat het voor de zaak van het allergrootste belang is. Dat het personeel eerlijk en tevreden is en zijn best doet. Maar dat bereidt u alle mensen voor mensen ver onder het minimumloon te betalen. Ik broek niet uit de vakbonds vooral. Nou, ik zou weten zelfs dat niet nodig was. Ja, wat wil ik zijn zo om eens? Nou, dat geloof ik niet, maar u leeft ook in zo'n klein wereldje. Iedereen en gewoonten zijn hier vastgeroest die niet meer van deze tijd zijn. Ja, en daardoor zijn de ontvangsten de laatste jaren ook zo lang teruggelopen. Doordat we niet met hun tijd meegaan. Mensen kopen graag in kleurige zaken. Met mooie prijzen en artikelen. Met mooie etalages. In bepaalde van de prijzen zijn ze een aparte kunst. Kijk. Een gedeeld artikel moet u niet duurder verkopen dan een ander. Dan krijgt u de naam met alles duurder te zijn. Zo zijn er tal van dingen die een zaak beter kunnen maken. Het lijkt zo dat die van vorige nu verkiekt op bezoek hebt. Nou, het kleine beetje verstand dat ik van de handel heb, dat wil ik gewoon zo goed mogelijk gebruiken. Oh ja, dat was me ook al afval, maar wat het met zo blikken, hè? Dat hoeft ook niet, meneer. Maar wie een statistiek naar Noord of Nieuw zou horen zeggen, hè? Dat kan straks misschien in één moeite doorgaan als mevrouw Reven komt. Oh, ja, dat kan misschien wel, ja. Ik hoop, meneer, voor het personeel, dat de bespreking een goed resultaat heeft. Het zal zeker de zaak te goede komen. Maar, we zijn er helemaal van het geval van Wim afgevallen. Als er niet te veel gevraagd is, laat u dan geheim blijven. Dan moet er is zo'n goede vrouw. En u zult zien, de jongens dan nog beter zijn best doen. Nou, het is altijd niet zo vriendelijk verzuimd worden. Ah, daarom? Is het nou mijn huis? Oh, lief, weet dat u voelde dat het zo moest zijn. Oh, maar nou hier zo zien, nou verder ligt dat ook wel, hè? Nou, dat doet me plezier. Maar, ik praat nog wel weer veel te lang. Ach, ik, Wing is gekend. Je bent nou allemaal die oom van het wichtje. Dat heb je zo hard al ergens mag als dat ik ergens ben. Het is een vreemde wichtje. Ergens niet. Nee. Echt, half dan niks. Dan stond die nog niks eraan. Nou, wat nou? Zij is er. Wie al? Die mevrouw Rezen. Ah, laat hem op hem komen.
Ja, wat is dat, Femke? Kies me, vergrijpende. Kies me zo'n roer, hè? Nee, ik ga weer rauwe doen. Schat, van die dikke. Het is eigenlijk ook niks van wonder dat hij niet zo van mij kijkt, hè? Vrouw, u bent zo. Jazeker, vrouw, u bent zo. Maar, hoe bent zij? Doe maar die gedachten nog wel weer over mijn laten. Komt u maar even verder, mevrouw Leijden. Ja, kom maar verder, neem die maar even los. Doe moest Josephine maar even houden, die heeft zo dit niet naar nu over haar saloren gehad. Doe denkst ook niks aan, hè? Ik ben alles al in haar regel. De heren vinden dus ook mij beter zo. Ja, ja. Maar kijk, hè, die zingt nou. Die saloren, die moesten nou maar al gewoon zo over. Dat was toch niet mijn vader, gek, dat kan je wist niet zo. Dat was gek, hè. De bedoeling was om nog wat hoger te gaan. Hè? Ik kan u zo 24 zaken opnoemen waar de salarissen meer dan anderhalfmaal zo hoog zijn als hier. Dat is ja gloend. Ik heb hier een concept, een arbeidsovereenkomst. Als je er even wilt inkijken. Nou, dat kennen we makkelijk genoeg in nou. Personeel. Van 18 jaar, 1000 gulden per maand met jaarlijkse verhoging van 100 gulden. Vanaf 22 jaar, 1300 gulden met jaarlijkse verhoging van 150 gulden. Josephine, haar salaris dan? De salarissen gelden zowel voor het mannelijke als voor het vrouwelijke personeel. De wat, jongens? Dachten de heren ervan? De wat, jongens, vroeg of dat van onze bedrijfsdorf of keer. Nou, die vraag zult u zelf het beste kunnen beantwoorden. U heeft waarschijnlijk een boekhouding? Ja, ik weet nog niet dat Josephine van zoveel heeft dat ze bij ons voorheen. Ik ben bezig een dubbele boekhouding in te richten. En voor zover ik het kan zien, wordt er genoeg omgezet om deze lonen te kunnen betalen. Nou, dan hebben we er wel vaak over best. Nou, breng me niet erom. Wat zegt u door? Nee, jongens, toedenkst en dat zo weet wat ze... Nee, zo nooit. Dat is zo erg, zegt ze. Moest het nou zeggen, maar ik wil er later geen gedommer over hebben. Meneer, als uw broer ermee akkoord gaat, zult u er ook nog geen bezwaar tegen hebben. Oh, wat mij aangaat. Prachtig. Als een van de heren dan even wil tekenen, of wordt er misschien nog een redactiewijziging verlangd? Nee. Dan dank ik de heren beleefd voor hun tegemoetkomende houding. U bedankt voor uw vriendelijke medewerking. Mag ik u mee voorgaan met aanwezig? Ja. Goedemorgen, heren. Oh, Wilderik. Oh, Jacob, hartelijk bedankt voor die loonsverhoging. Josephine vertelde het zojuist. Werkelijk, dat hadden we ons nooit durven voorstellen. Wie ook nooit. Wat is u door? Doe dat wel. Nou, rek me weer de klok. Hallo, mijn gebroeders Kalkoen. Ja, mevrouw Delbert. Bent iets van 4,95? Yes, mevrouw Delbert, dat dan nu hier daar beneden. Drie paar kentjes voor 10,95. Dank u. Dank mevrouw Delberg. Dat is al 34 paar van het ene soort. Mooi zo. Fik zo. Dat heeft Josephine toch maar aardig gedaan. De hele etalage met allemaal kentjes. En dan al die mooie kaarten en prijzen. En die pakken de advertentie. Ja, ja. Ze vliegen weg. Ja, ja, maar zo zat haast ook wel in prettig aan, kind. Dat heb ik steeds willen doen al, maar toen mocht het niet. En adverteren was geld weggooien. Ja, en plannetje waarmee ik voor de dag kwam. Juist, ja, en daardoor heb je hem gelegen. Ja, ja, kom je van. Is weer zoiets. Waarom zeg je direct wat heb ik de bal gelopen aan, hè? Dat ontbreekt er maar, hè. Maar ik ben hartstikke vlaag van je wagen, wat je dat wel. Ik rol niet op en ik doe dat. Mijn gedachten die we hebben. Ik ben hartstikke... Meneer, hier is iemand van de firma van Dars, die gekleurde bol van Junters. Oh.
Ja, dat zijn die. Ja, dat is echt een. Oh, dat zijn van die trouwen die de dames zelf breien. Het is een geweldig artikel. Nou, dan mag dit ook hem. Of spreek je ook op? Ja, Josephine misschien wel. Wil ik weer dit zijn? Met genoegen, heren. Josephine, wat loop je toch altijd snel van me weg? Als ik even met je wil praten. Mag ik jullie nog zeggen, Johan? Ja, ja, maar nu er niemand bij is, kunnen we toch wel even met elkaar spreken? Zal ik nog maar niet eens over de zoontje? Nee, nee, doe dat vooral niet. Er is van het grootste belang dat we niets van onze verhouding laten merken. Zal ik jou dat dan niet zeggen? Nou ja, ik begrijp het wel. Maar dan kan het wel op plezieren zijn. Kom, kom. Heb jij zo te klagen? Vind jij het dan om de hele dag als vreemde tegenover elkaar te staan als je van plan bent zo snel mogelijk te trouwen? Ah, oh, s'avonds waar jij is, gaan we wel weer in het ventje. Maar nu moet ik naar de winkel toe, want zoek ze de gekste kleuren hier van wel uit. Eén kusje, schat. Eén kleintje. Niemand is er. Nee, 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 oh nee, ik doe het niet. Ik wil nog wel met mijn vraag. Nee. Nou, de naaienwinkel, juffrouw, hoor. Elke nooit zo met wegloopt. Trouw, ik verbied je. Wat? Wil niet niet verbouwen? Dat moest er verachter nog bikken. Leo, ga naar de winkel als je wil. Zeg maar dat ik zonder kleuren kon krijgen. En zorg alsjeblieft dat hier niemand komt. Dat is goed, maar fijn. Kijk nou eens aan. Kijk nou eens aan, Leo, Josephine. Dat neemt me voor op de vernoem. Dat man de heer wijten en het zand te wijten. Wat daardoor heb ik te verwoord dat die geil zijn je geding gebeurd. En dat zal ik blijven dan tot aan mijn staaf vertrouw. Ik blijf een erewoord dat we de firma niet in opspraak zullen brengen. Ik zie dat ik genoeg zeg bij je geheim te vertellen. Wat Leo deed was heel gewoon. Gewoon. Dat neemt zij gewoon. Ach, ach, wat is de wereld toch slecht tegenwoordig. Heel gewoon, ja. Want Leo en ik zijn al een paar maanden. Klopt. Wat? Wil niet iedereen tussen nemen? Zou ik verklaren om een eerwoord dat het de waarheid is? Maar ik vraag je dringend om het geheim te houden. Later zullen we horen waarom. Mijn boom in als ik trouwens bieden van mijn griep. En als je belooft om dan niet verder te vertellen, zal ik het je uitleggen. Waar heb je eigenlijk moeten staan met dat onderdompte spul? Het is al slim genoeg dat hier in de laatste tijd geen aandacht aan mijn schoppen wordt. Het is je maar net of ik mijn vrouw een schuldig ben. Ga je nooit kijken naar mij om. Kom, kom, daar zo is dat toch wel niet wezen? En wie mij er de schuld van geven? Ja, wel aas. Wat wil dan gewoon? Wat hebben we dan toch? Daar heb ik niet om. Waar ik over Rusland. Vat ik jullie van een biokameral. En vat ik door zulke goten in de koude stad. En nou vergeet ze bij die bjorkjes en die ooit hebben gezongen. Wat ben je voor jou van dat vrouw? Ik weet er nu ook niet meer van. En ik ben in de war misschien wel. Maar wat is er aan de hand? Maar aan de jongens was ik altijd door ik op 17 februari. Laat mij dan eerst zijn om je hartelijk te feliciteren, vrouw. Van harte. Is dat kunstmoesie van jou? Nee, natuurlijk niet. Waar heb je dat gedaan? Daar was ik zo ook nooit. Niets, want je weet niet. En als je die zoon van Leo gaat, blijf ik helemaal niet zo om je aan te ergen. Mevrouw, daar heb je nog een ekel aan mij. Oh, ekel, daar was ik zo ook nooit. Maar als ik jou zo zei en jou zo praatje, dan kan ik mijn hart wel begrijpen dat ze jou veel leuker hebben als mij. Als zo'n oude brandwoord als ik ben. Kom, vrouw. Het zal weer veranderen hier. Ik ben hier met verschillende veranderingen geweest in het belang van de zaak. En de heren hebben zoveel een hoofd. Daarom zijn ze waarschijnlijk een verjaardag gegeven. Weet je, het is al zo nieuw voor ze. Ik weet denken ze vanmiddag nog wel aan je verjaardag. Dat zal ik verorden denk ik ook. Nou, zullen wij dan nu afspreken om goede maatjes te zijn, vrouw? Nou, mevrouw, als je niet in mijn nacht zo aangiet. Want die ogen van jou, die kieken dwaas door me heen. En door is Leo zeker ook verliefd op Barnard. Is zeker geworden hierbij. Ja. Maar waarom maakt dat je zo stiekem gewoon? Leo is te lang tegen zijn omschrijven en hij wilde trouwen. Maar ze willen er niets van weten. Gaat er een vrouw in de stad? Dat zal de omgang zijn, zeiden ze. Nou, en nu willen we eerst het tegendeel bewijzen. Voor we ermee voor de dag komen. Die net dat dus toch. Goed, wees daar hierbij.
Ik denk stel, loze slibberderij, hij was mooi flit. Daar mag je wel om lachen. Goeiemorgen, Hendrik. Goeiemorgen, je vrouw. Druipelt u de griep, meneer? U bent haar verjaardag vergeten. Ah, wanneer heeft ze de jaren geweest? Ze is nog jarig. Ah, juist, vandoog, ja. Ja, dat komt los. Ja, ah, weet je wat, ik zal u straks even feliciteren en mijn neder heeft ze me zijn erbij geworden. Hè? Kijk, ik heb hier de kleur gehoord. Whisky. Hoe was al die ervan heen? Nou ja, ze zijn allemaal goed. Ja? Als u eens begint met van elke kleur die pak. Als het een beetje loopt, zijn ze zo kwijt. Ja, maar dat is kwijt op die papa. Ja, dat klopt. Ja, maar natuurlijk doe ik wel aan. Verdomme, meneer. U moet er nog aan durven. Nou dat ik er bijna weer in heb. Hou dan uit. Kijk. Ook een mooie kleur uit. Oh ja. Frezen. Frezen. Nou, daar. Kijk. Dit mag ook wel niet, ja. Dat is niet de oudste kleur. Dat is die blauw. Trui dat je nog aan hebt. Kunt u die trui dan zo bijzonder? Ja. Vindt het niet heel gewoon? Ja, dat is wel eenvoudig, hè. Kijk, en dan ben ik altijd zo geïnd zo. Ja, dat hoort ook zo in de winkel, vind ik. Oh ja, is dat zo? Ja. Kijk, dan staat die kopje naar koud geworden. Ik zal het gewoon in de winkel brengen.